En wij gaan door met agenda punt 3. Het valt onder openbare ruimte en groen. En dat is het instemmen met een krediet voor de herinrichting van delen van het Noorderpark. En daar hebben de leden van Soest, Bakker, Leenders en Van Pijpen aangegeven het woord te willen voeren. Dus ik geef nu eerst het woord aan mevrouw van Soest. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien de tijd en ik heb nog heel wat agendapunten voor de boeg, kunnen wij hiermee akkoord gaan met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van Soest. Kort en krachtig. Mevrouw Bakker. Dank, voorzitter. Dat was zeker heel snel. Blijven klaarmaken. Ik ben zover, voorzitter. Dank u wel. Ja, we worden gevraagd in te stemmen met een krediet van 6,1 miljoen voor de herinrichting van delen van het Noorderpark. En een soortgelijke voordracht zagen we ook al eerder voorbij komen voor het Martin Luther King Park, het Rembrandt Park en het Slotenpark. En de Partij voor de Dieren heeft toen tegengestemd en zal dat nu weer doen. Wij vinden het natuurlijk wel belangrijk dat er in de parken geïnvesteerd wordt, maar niet met zo'n zware nadruk op intensiever gebruik. En ik heb dat ook al vaker uitgelegd hier. De Partij voor de Dieren vindt dat we de stad niet moeten blijven volbouwen. Als we daarmee zouden stoppen, dan zouden groene gebieden ook minder onder druk staan. Bovendien investeren we met dit krediet in een nieuw evenemententerrein, met daarbij ruimte voor een terras, midden in het juist ruigere deel van het park, tussen de kikkerpoelen. Vrachtwagens van 12 meter lang worden hier verwelkomd. En hiermee investeren we in verharding, drainage en verlichting, wat weer bijdraagt aan de jaarlijkse verhoging van de onderhoudskosten van het Noorderpark. En wij zouden het ruigere groen en de bomen hier liever laten staan en deze herinrichting achterwege laten. En hiermee eindig ik mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakker. En dan geef ik, de heer Leenders heeft aangegeven geen inbreng te hebben, dan geef ik het woord aan mevrouw Van Pijpen. Ja, dank u wel, voorzitter. Een korte bijdrage. Wij zijn erg blij met investeringen in de parken om nu op een goede manier ook toekomstbestendig te maken. En op deze manier denken we ook dat dat voor het Noorderpark geldt. Het zijn al oude plannen die er al liggen, dus het is tijd dat ze ook worden ingevoerd. Dus wij kunnen daarmee instemmen. Dank u wel, voorzitter. Prima. Nou, tot zover de eerste termijn. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder. Het kan ook kort zijn, want over de inhoud van het plan, daar gaat het eigenlijk niet over. Dit is eerder al vastgesteld, de inhoud van het plan. Dit gaat enkel over de krediet te geven. Dit is relatief lang geduurd, vind ik, om heel eerlijk te zijn. Heeft er onder andere mee te maken, omdat ik gezegd heb, ik wil het pas in uw raad sturen als we ook de structurele uitgaven, dus de beheer- en onderhoudslasten, als we ook weten hoe we die dekken. Want anders dan geef je ergens geld aan uit, dan weet je dat het probleem later financieel komt. Nou, dat is nu gelukt. Dus nu het gehele financiële plaatje gesloten is, meende ik het aan u, het krediet besluiten. Het geld staat er al voor gereserveerd, maar het geld er ook voor vrij te geven. Dat ligt nu voor. En over de inhoud van de plannen, mevrouw Bakker, heb ik u gehoord. Maar daarover gaan we, daarover gaat nu dit voorstel niet. En uw tegenstem zullen we dan helaas maar moeten accepteren, vrees ik.